Is alles onder controle, meneer? We hebben alles onder controle op dit moment. Het zonnetje schijnt. De mensen zijn er allemaal klaar voor. De meesten die komen net van huis af. En we hebben er heel veel zin in. Ja. Is Eibergen een fijne kermis om te komen? Eibergen, dat is een van de plaatsen waar we heel graag komen. Ja. 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 Zowel in het voorjaar als in het najaar. Mensen zijn ergens erg kermisgezind. En nee, het is altijd prettig om er te zijn. Kijk, het wordt helemaal opgebouwd. Ja, we beginnen vanavond zeg maar, met het opbouwen van de eerste attracties. En dan morgenmiddag, het gebeurt eigenlijk een beetje op volgorde, omdat vooral aan de buitenring, zeg maar, daar is wat moeilijk bij te komen. En morgenmiddag, zeg maar, dan komt er nog een groep exploitanten. Zo gauw als dit is opgebouwd. Ja, verder is geen probleem, hè? Geen auto's? Voor de rest totaal niks, geen probleem. Nee. Auto's waren allemaal keurig netjes op tijd weg. Mensen weten ook dat we komen. Mensen van Stichting De Draaimolen zijn er altijd heel goed bij. Ja. Kortom, kan niet beter. Hoeveel jaar ben je hier al in Eibergen? Nou, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar dat zal toch al gauw wel een jaar of 7 zijn. Ja. Ja. Want u bent toch de grote baas, hè? Meneer Duursma? Nou, de grote baas, dat is een groot woord. Ik coördineer dat, zeg maar. En zoals dat we in Eibergen doen, zo doen we dat op heel veel andere plaatsen. Ja. Hoeveel kermis heeft u ongeveer in het hele land? Wij doen ruim 50 kermis hier. 50 kermis? Ja. Oké. Okay. Nou, succes dit weekend. Hey, dankjewel. Ja. Jullie doen altijd wel een kerstpakketje ofzo. Nee, maar kerstpakketje zit altijd goed. Dank u wel.